Werkdruk is een veelgehoorde term in het hedendaagse onderwijs en in de media. We kennen de protesten uit het onderwijs. Er moet meer geld bij. De salarissen moeten hoger en de klassen kleiner. In deze video ga ik een niveau dieper en laat ik enkele citaten zien die een ander licht op de problematiek rondom werkdruk kunnen werpen. De behoefte aan acceptatie kan je onzichtbaar maken in deze wereld. Jim Carrey. Ik hoor heel vaak dat leerkrachten het gevoel hebben tegen de stroom in te moeten werken. Ze moeten voldoen aan de prestatienormen van het systeem, terwijl ze de menselijke factor daardoor, tegen hun zin, minder aandacht kunnen geven. Een citaat. Ik kom als invaller veel op verschillende scholen en word verdrietig hoezeer ze vasthouden aan de methodes. Het behalen van alle leerdoelen lijkt haast belangrijker dan het welzijn van de kinderen. De schooldag, het uitgestelde effect. Op school. Het kind houdt zich op school zo goed mogelijk staande, dankzij structuur en routine en vooral door enorm goed zijn best te doen. Ondertussen groeit al maar de spanning, uitputting en angst bij het kind gedurende de hele schooldag. Weer thuis. Als de school is afgelopen en het kind weer thuis is, komt alle overprikkeling eruit en stort het kind in of barst het uit. De zelfbeheersing kan niet meer worden volgehouden en meltdowns zijn het gevolg. Maar de school ziet deze problemen niet en of neemt het onvoldoende serieus. Als je in dit plaatje nu eens het woord kind verandert in leerkracht en het nog een keer leest, valt u dan ook op dat hier sprake is van een overeenkomst? We lezen het verhaaltje nog een keer. De schooldag, het uitgestelde effect. Op school. De leerkracht houdt zich op school zo goed mogelijk staande, dankzij structuur en routine, en vooral door enorm goed zijn best te doen. Ondertussen groeit al maar de spanning, uitputting en angst gedurende de hele lange schooldag. Weer thuis. Als de school is afgelopen en de leerkracht weer thuis is, komt alle overprikkeling eruit. Maar de school ziet deze problemen niet en of neemt het onvoldoende serieus. Nu zal de meltdown die hier zo heftig beschreven wordt bij een volwassene misschien niet zo heftig optreden, maar toch, op de langere termijn kan je psychische veerkracht wel een flinke knauw krijgen. Uiteindelijk kan dat leiden tot een burn-out. Ikigai is a Japanese concept meaning a reason for being. Everyone, according to the Japanese, has an ikigai. Finding it requires a deep and often lengthy search of self. In het plaatje ziet u vier gebieden. Ik zal ze even opnoemen. That which you love. That which the world needs. That which you are good at. And that which you can be paid for. In de dieper grijze gebieden staan de woorden passion, mission, vocation en profession. Dat tezamen vormt
Ikigai. In het vak van leraar komen al deze vier aspecten voor. Leraar word je immers met je hart. Dat maakt het vak zo waardevol, maar ook veeleisend. Leraren merken dat de waardering vanuit de samenleving vaak tekortschiet. En ook binnen de eigen organisatie ontbreekt die vaak. Dat maakt de mensen die dit werk dagelijks doen kwetsbaar. En er zijn te weinig mogelijkheden om verbetering te eisen. If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. Het is heel moeilijk om in het heden te zijn, wanneer je het gevoel hebt dat er nog van alles moet gebeuren en je eigenlijk nooit klaar bent. Dan ben je niet helemaal bij jezelf. Mijn juf zegt dat ik niet luister. Volgens mij bedoelt ze dat ik niet gehoorzaam. Ik heb haar dat nu al 2 keer uitgelegd. Maar ze luistert niet. Het gedrag van een kind is niet altijd wat het lijkt. Het overbrengen van kennis kan lastig zijn wanneer de leerling er niet voor open staat. Dit plaatje geeft duidelijk aan hoe ingewikkeld de menselijke geest is en hoe complex de relatie is tussen je stemming, onder water, en je gedrag, boven water. Invloeden van buiten in het leven van het kind kunnen als het ware de klas inkomen en kunnen het leren drastisch beïnvloeden. Perspectief. Het plaatje laat zien dat iedereen zo zijn eigen manier heeft om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Werkelijkheid is altijd beleefde werkelijkheid. Daarmee rekening houden is een dagelijks aspect van het werken met mensen. In uw geval met kinderen. Maar natuurlijk ook met volwassenen, zoals de schoolleiding, de inspectie en de ouders. Het kunnen wisselen van perspectief is dan essentieel. Maar dat is wel een vaardigheid die geleerd moet worden. It's not our job to toughen our children to face a cruel and heartless world. It's our job to raise children who will make the world a little less cruel and heartless. Regelmatig hoor ik discussies tussen leerkrachten waarin duidelijk wordt dat de een het accent anders legt dan de ander. De een is ervan overtuigd dat het goed is voor een kind om steeds hindernissen te moeten overwinnen. Daar wordt het sterk van, zo wordt gezegd. En dat is goed voor later. Terwijl de ander het kind vooral een mooi, interessant, leerzaam en rijk leven wil geven. En het juist niet alvast wil laten wennen aan de problemen die je als volwassene zult gaan ontmoeten in je leven. Als je dergelijke verschillen in één team aantreft, dan lijkt het me lastig om samen te werken. Je deelt dan namelijk je kernwaarden niet met elkaar. En dat lijkt me wel noodzakelijk. Asking teachers to follow scripted curriculum is like asking artists to paint by numbers. Veel leraren willen loskomen van de methode. Maar in de praktijk lukt dat vaak maar zeer ten dele. Kennelijk zijn er factoren die deze behoefte aan meer variatie in het vak tegenhouden. Maar wat speelt er dan? Is het de prestatiedrang? Word je afgerekend op de resultaten van je leerlingen en niet op je innovatieve bijdrage? Moet de school in een keurslijf uit angst voor de inspectie? Of uit angst voor een zelf opgezet beeld van wat de inspectie wil. Want dat kan namelijk ook nog.
Niemand wil een slaaf van de methode zijn, maar meestal komt het daar toch op neer. Of is het toch het gebrek aan personeel, het lerarentekort, het passend onderwijs, de ouders? Veel oude culturen zien het hart als de kern van ieder mens, niet de hersens. Mensen vallen niet uit doordat ze te lang of te hard werken, maar om hoe er moet worden gewerkt. Bij veel banen vandaag de dag is de autonomie nul. Strenge regels, controlemechanismen, evaluatiegesprekken. Dan verdwijnt de intrinsieke motivatie en vallen mensen bij bosjes uit. Laat iemand zijn ding doen, dat waar hij goed in is. En hij werkt met gemak 45 uur. Hoe zou uw werkzame leven eruit zien als u mocht doen waar u goed in was? Say, Poo, why aren't you busy? I asked. Because it's a nice day, said Pooh. Yes, but why ruminate? He said. But you could be doing something important, I said. I am, said Pooh. Oh, doing what? Listening, he said. Listening to what? To the birds. And that squirrel over there. What are they saying? I asked. That it's a nice day, said Pooh. But you know that already, I said. Yes, but it's always good to hear that somebody else thinks so too, he replied.